every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what. Zoekt 5 à 6 vlechten bij elkaar die dezelfde structuur, kleur en lengte hebben. Dan sturen ze het in een doos naar de Filipijnse fabriek. In de Filipijnse fabriek wordt het in 6 dagen verwerkt in een pruik en dat doen ze haar voor haar en met de hand. Dan sturen ze het weer terug naar de Stichting Haarwens. Daar houden ze het in het kantoor bewaard, totdat er iemand na 2 weken weer belt voor een pruik. Regels voor de haardonatie. De staart moet minimaal 25 centimeter zijn en mag alleen natuurlijk haarkleur zijn, dus niet grijs of geverfd haar. De staart moet het liefst schoon zijn, droog en in een vlecht zijn opgestuurd. Stichting Haarwens. Door medische behandelingen worden kinderen kaal. Stichting Haarwens zorgt dat kinderen gratis een pruik krijgen. Stichting Haarwens zorgt ervoor dat je een echte pruik hebt met echt haar. Want kinderen vinden het veel vervelender als de pruik van plastic haar is gemaakt. Steun.
om Stichting Haarwens te steunen, kan je je haar doneren. Je kan ook een actie beginnen voor geld, om geld om pruik te laten maken. Ook kan je een Popstaartje verkopen, dat is de mascotte van Stichting Haarwens. Dit is Popstaartje.